Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we even een stukje doorlopen. Teruglopen zou je het eerder kunnen zeggen. Weer terug naar Dewford, want ik denk dat we zomaar daar de tweede gym kunnen gaan doen. Hey, Azurill is een van de Pokémon die we hier kunnen vangen. Ik had het eigenlijk ook al een beetje verwacht als je de vorige aflevering hebt gezien. Ik ga in ieder geval terug naar Dewford. Misschien moeten we wel eerst de grotto in, maar dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Deze man, moet ik nog even vragen wat hier staat te doen. Some species of Pokémon can only be found here in the flowery grass on Dewshire Beach. If I were a Pokémon, this is where I would go. Oké. Interessant. Ik kan de gym al in, denk ik. Ja, zo te zien wel. Laten we wel heel eventjes hierin gaan. Ik zag uiteindelijk wel een visserman aan de linkerkant staan. Misschien kan ik bij hem dan eindelijk mijn fishing rod fixen. Dat is met de vorige aflevering namelijk niet gelukt. Want hij stond niet op de plek waar hij normaal staat. Dude, heb jij? Ja. You throw a little fishing advice. First you want to face the water and use the rod. Yo. Okay. Start. Back. Key items. Register. Use. Even kijken. Zou het een magic carp zijn? Nee, het is een magic carp. Beetje ja. Nou, we kunnen wel vragen zometeen. Vragen. We kunnen zo in de dex scan kijken. Ja, trouwens, heeft geen zin, want misschien heb je een andere rot voor nodig. Deze wil vechten. Ik zit te denken of we eerst de gym doen of dat we eerst deze. Of naar de grot gaan, zeg maar. Om Steven zijn gebeuren te fixen. Wow! Die tentacool is fucking vet! Ik ga nog een keer vissen, want ik wil die tentacool. Ik hoop zo dat ik die kan vangen met een old rod. Als die electric water is, hoe vet is die tentacool? Holy shit. Synthesis. Is wel een goeie, hè? Tand, nee, tand hoeft niet. Oh, die tentacool wil ik. Laat hem alsjeblieft met een old rod te vangen zijn. Dat is nog steeds een Magikarp. Ik wil hem echt. Kom op, ik wil die tentacool, want die zag er tentacool uit. Nog steeds een karp met je karp. Ik wil het blijven proberen. Wat nou als we mijn tijd zitten verdoen, maar ik. Anders zouden ze het toch hier niet op die beach zetten als het zo was. Volgens mij kan je normaal ook tentacles vangen, alleen is het gewoon een lage encounter rate. Weer een karp. Weet je, dit stukje knip ik eruit tot ik er een gevonden heb. Even kijken. Oké. Ik heb het even opgezocht. Volgens mij kan je hem niet met een rot vangen. Alleen maar servant. Dus dat is jammer. Oké. Ik heb het over Noisy Class. Zie dan maar weggaan.
Had het ook over noisy class. Shut the fuck up. Oh, ja hoor. Hier wat misschien? Ik heb Blake gezien, ja. Laten we hier eerst even naar binnen gaan. Oh ja, deze onzin. Oeh. Ik dacht dat ik hier normaal moest zijn voor de gymleader. Misschien dat ze dit ook hebben aangepast. Sableye, dit is toch een fighting gym? Wat is dit? Oeh, dat doet veel damage. Oh, 1 HP. Oh, 1 HP. Oké. Nou, ik moet eigenlijk even healen. Kut. Daar heal je niet. Fuck. Ik heb trouwens gezien dat Venomoth, of niet Venomoth, hoe heet die bitch? Venonat evolueert kan evolueren in 2 verschillende Pokémon. Wat op zich vet is, alleen dat heeft dus te maken met gender en ik weet niet welke gender ik heb. De male wordt blijft volgens mij Bug Dark en als de female evolutie wordt volgens mij Bug Fairy. En het is een female, daar ben ik wel blij mee, want ik hou van fairy type. Dus dit wordt een fairy type Venonat als je evolueert, dus dat is wel mooi. Lekker, oké. Eerst even healen. Het is dus blijkbaar zo dat iets, ik weet niet meer wat ik wou zeggen, dat schiet op hè. Het is blijkbaar zo dat het geen fighting gym meer is, het is waarschijnlijk een psychic gym of een dark gym. Als de psychic gym is, dan kan ik beter Venonat voorop zetten trouwens. Maar tot nu toe hebben ze alleen maar gegooid met Sableye, dus je weet het niet. En de gyms volgorde is anders, want net toen ik, toen ik tegen de eerste vrouwke moest, toen normaal hoor je dan al bij de gymleader te zijn. Het is dus een dark gym. Oké. Okay. Ja, dan heb ik echt niks in Solaces. Dat is wel kut. Venonat. Oh ja, dit wordt echt kut. Als de gymleader ook een Murkrow heeft, dan wordt het echt kut. Nightshade. Oh, nice. Ik heb gewonnen omdat hij een misplay deed. Of 22 kaboom. Als ik nu zou evolueren. Nee. Misschien dat we dan toch eerst heel eventjes de grot doen om een fairy type te worden. En als we een fairy type zijn, dan hebben we denk ik meer aan straks in de gym hier. Misschien is dat een betere volgorde. Maar ja, je krijgt niet per se een fairy aanval meteen. Of het moet bij evolutie gebeuren. Het was ook echt toeval dat ik het zag dat het zo was. Want ik wil hier even omheen. Even kijken of hier nog een of andere pokeball ligt. Nee. Ja, fuck it. We gaan ook gewoon tegen hem vechten. Heeft hij ook zo'n vette tentacool? Want die wil ik. Dit is geen vette coole tentacool. Oeh, hij splashed. Ik word al helemaal bang van je Magikarp.
De levels gaan nu wel omhoog, dus het wordt wel wat zwaarder, wat op zich helemaal niet erg is. Wel jammer dat Magikarp bijna geen XP geven. Kijk, daar komt een vet coole tentacool weer. Ah, hij is echt vet, die wil ik. Oké, nice. En de volgende is een magische karper weer. Nou, daar krijgen we weer geen XP voor. Beetje jammer. Maar leuk dat hij er ook is. En is zelfs level 17. Hij eindigt niet eens met zijn ace. Maar met zijn tegenovergestelde van ace. Want dit was een slechte Pokémon. Fisherman Elliot was defeating. Kadoom. Krijg ik nou een nog betere rol? Oh nee, ik krijg Elliot in mijn Pokénef. Hé, hij geeft me flash. Je vuile bitch, geef me flash. Dank je. Niet dat ik hem ooit ga gebruiken, maar ik heb hem wel. En dat is wat ik wou. En dit is niet wat ik wou. Maar chop. Nee, die wil ik zeker niet. Helemaal niks meer met mijn chops. Zo, jammer Pokémon zijn dat. Oké, een escape rope. Dat is zeer zeker nice. Alleen denk ik dat we straks gewoon over de ledge kunnen springen. Ik denk zomaar dat ik de goede kant op loop. Ik doe in ieder geval maar wat. Een Aaron en een Zubat. Hey. En alleen een Zubat. Ik dacht misschien komt er iets cools, maar nee. Blijf maar vol gespend worden met Zubats. Ik hoop dat ik nu al een beetje aan de goede kant zit. We blijven nog steeds Zubats tegenkomen. Hier is gewoon de Zubat Dave. Een soort van het gevoel dat ik de goede kant op ga. Hey, een Sableye, die zijn we nog niet eerder tegengekomen. Wel in de gym net trouwens. Twee keer achter elkaar zelfs. Een Nugget. Kijk, die zijn goed voor de monies. Oh, shit. Oh, ik wou net zeggen, ik dacht dat ik er was, maar ik ben er ook. Hey, Abra. Oké. Wat is dit? Steven Steen. Hallo, my name is Steven. I'm interested in rare stones. En ik heb voor jou een brief. Lees je brief, bitch. Ik hoopte iets meer training hier te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dus dan wordt de gym wel spannend. Zeker als je een Murkrow heeft. Als je een Murkrow heeft, ben ik echt genaaid. Ben ik me net. Ik denk dat het sowieso slim is om Venno net even vooraan te zetten. Oh, meteen een Pokémon. Oké, rustig aan. Weer een Zubat. Je bent zo bad dat je een Zubat bent. Ik weet dat ik een escape rope heb, maar die gaan we niet inzetten. Hé, hey, je hebt Abra weer. Abra.
We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oké, dit is de Machop. Dat is de Pokémon die we zeker niet willen. Ik heb echt niks met Machop trouwens. Ik weet niet of er iemand is die Machop wel cool vindt, maar ik heb echt niks met Machop. Te humanoid, en dat voor Gen 1. Oké, dit is gelukt. Laten we saven. En dan moeten we toch die gym maar nog maar een keer in. Meer opties zijn er eigenlijk niet. Jammer dat die Tentacool nog niet te vangen is met een Ultrot. Dat vind ik wel echt heel jammer. Pas als we surfen, maar dat kan pas na Gen 5. Dat duurt nog veel te lang. Oké. Hoe was het? Oh. Gym leaders zit helemaal niet op een andere plek. Ik was gewoon de eerste keer niet goed gelopen. De Dark Gym. Ja, dit wordt een probleem after Murkrow. Shit. We kunnen alleen maar met je believen. Oh ja, ik ben ook nog eens grass. Dat was ook zo. Murkrow die mollywopt mijn hele team. Kutzooi. Dan is het misschien een idee om toch te gaan trainen met Venonat. Ik denk namelijk dat het vast niet zo heel lang meer hoeft te duren voordat hij evolueert. En dan trainen we hier wel even. Tegen een Azuril. Kijk, wat vlot. In je gezicht, Azuril. Critical hit, tuurlijk. Ik weet eigenlijk niet wanneer Venom echt normaal is gebeurd. Hey Siri. Wanneer evolueert Venonat? Hey Siri, wanneer evolueert Venonat? Nee. Dat werkt niet, blijkbaar. Leuk hè, zo'n Siri. Heb je helemaal niks aan. Ik ga het wel even handmatig opzoeken. Venonat. Gaan we ondertussen doen wij een faint attackie. Oh nice, het staat er niet bij, dat is leuk. Daarom moet je dus altijd naar Serbi gaan, want dat is de enige een beetje duidelijke site. Wat is Bulbapedia ook al een kutsite zeg? Hier, Serbi. Hier. Oh, het staat er in één keer. Oeh, pas level 31, dat is veel te laat. Solosis. Oh, dit wordt echt kut. Dit wordt echt kut. Een Weedle Weedle. Ik heb ook niet veel XP of zo. Hey Krabby! Ik wist helemaal niet dat je Krabby hier kon vangen. Oeh, ik krijg wel veel XP voor Krabby. Dat wel. Loop even. Oh, fuck. Nee. Niet zo erg.
Alleen is die Azurill natuurlijk wel fucking slecht. Daar krijgen we helemaal niks voor. Ik dacht misschien als we nou hier gaan vissen, dat we dan wel zo'n vette tentacle kunnen vangen. Gaat wel goed met het vangen van Pokémon. Vermoeiend. Doet hij het hier gewoon niet of zo? Ik denk het niet. Ik denk dat hier gewoon geen Pokémon te vinden is. Leuk. Leuk gemaakt, Romhack. Leuk gemaakt. Dat deed heel weinig damage. Oeps. We kunnen in de gym nog wel trainen, bedenk ik me nu. Want daar hebben we vast nog niet iedereen verslagen. Paris is dood, gelukkig maar. Solosus blijft wel een beetje achter, maar dan komt omdat Venno net wel makkelijker XP krijgt dan Solosus. Ik denk dat we gewoon echt eventjes toch maar in de gym zelf moeten gaan kijken voor XP'tjes. Er zullen vast nog wel trainers zijn die we nog niet gedaan hebben. Doe weer eerst even healen. En dan kijken we wel even. Pam padam pam pam. Ram pam 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 padam pam pam. Nice, oké. Okay. Laten we in de gym gaan kijken of we hier nog wat trainers hebben die we kunnen verslaan. Vast wel. Hier. Nee, hier niet. Helemaal hier ook niet. Oké. Okay. Hier vast wel. Kijk, deze double battle die gaan we wel aan. Voor de experience. Sableye Murkrow. Ik haat Murkrow. Nee. Zo. Als ik sneller ben, maak ik een kans tegen Murkrow. Ook tegen die van de gym leader. Dus ik moet echt wel een paar levels omhoog met Venna net. Sableye is gone. Change your bagel! I can't breathe for the first time. Roderick is KO. Oké. Okay.
Oké, daar is echt de gym nu. Dus we hebben alle trainers in de gym verslagen. Nou, boys, dan ga ik denk ik trainen tot de volgende aflevering. En dan gaan we de volgende aflevering nog een keer proberen tegen de gymleader van Dilford Town. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.